Studio Plantage in Amsterdam, middageditie. Boris Jeltsin wil Kirienko als nieuwe premier. Het PvdA-Kamerlid Rick van der Ploeg over hinken op tegengestelde gedachten. De gedwongen opname van psychiatrische patiënten, discussie daarover. Een fotoboek dat de geschiedenis van het Belgische concentratiekamp Breendonk vertelt. En hekken uit de stadions. FC Zwolle en Heerenveen komen met een alternatief voor de persoonsgebonden clubkaart. Nu eerst het 12 uur journaal. Debbie Petter vanuit Hilversum. NOS, het journaal. Dames en heren, goedemiddag. Boris Jeltsin heeft gedreigd de Duma, het Russische parlement, te ontbinden als deze niet instemt met de voordracht van Sergei Kirienko als nieuwe premier. In een radiotoespraak kondigt hij de jonge Kirienko aan als Ruslands nieuwe eerste man. President Jeltsin had 1 uur nodig in een gesprek met Kirienko vanmorgen tot de conclusie te komen dat hij de man is om Rusland uit de problemen te halen. Jeltsin heeft de jonge technocraat voorgedragen bij het parlement als premier. Jeltsin laat het parlement geen ruimte af te wijken van de presidentiële keuze. Deze jaar moet voor ons een economische beslissing zijn. Een jaar van de Russische промышленности. Такую задачу мы поставили, и она должна быть выполнена. Нужны решительные шаги во всем. Leeftijd en onervarenheid zijn voor Jeltsin geen argumenten zijn 35-jarige kandidaat Kirienko af te wijzen. De media in Rusland vroegen zich vanmorgen nog af wie is Sergei Kirienko eigenlijk. Hij is een product van de periode van perestroika van eind jaren 80. Talloze jonge communisten, van wie Kirienko er één was, maakten al vroeg de overstap van de jeugdbeweging van de partij, de Komsomol, naar het zakenleven. Vorig jaar maakte hij de sprong naar de grote politiek in Moskou. Kirienko was minister van Energiezaken. Een post die hem in aanraking bracht met de wilste praktijken van de wel erg vrije Russische markteconomie. De Zuid-Afrikaanse president Mandela heeft gezegd dat hij altijd loyaal zal blijven aan de leiders van Cuba, Libië en Iran. Dat zei hij zojuist tijdens een persconferentie met de Amerikaanse president Clinton. De Amerikanen hebben meer dan eens stevige kritiek gehad op Mandela's banden met Castro, Gaddafi en Rafsanjani. Clinton is de eerste Amerikaanse president die Zuid-Afrika officieel bezoekt. Sinds de apartheid in 1994 werd afgeschaft, trok de VS de banden met Zuid-Afrika aan. Toch was er vaak zware kritiek op Mandela's omgang met de Cubaanse, Libische en Iraanse leiders. Amerika en veel andere westerse mogendheden liggen met hen overhoop wegens hun ondemocratische regimes en steun aan terroristen. We should not abandon those who helped us in the darkest hour in the history of this country. Not only did they support us in rhetoric, they gave us the resources for us to conduct this struggle and to win. And those South Africans who have berated me for being loyal to our friends, literally they can go and throw themselves into a pool. I am not going to betray the trust of those who helped us. Toch verloopt het bezoek in uiterst vriendschappelijke sfeer. Clinton wil zelfs de financiële hulp aan Zuid-Afrika verhogen met zo'n 200 miljoen gulden per jaar. De Amerikaanse gezant Dennis Ross is aan een vierdaagse missie naar het Midden-Oosten begonnen. Hij praat met verschillende Israëlische en Palestijnse leiders om de padstelling in de vredesonderhandelingen voor het gebied te doorbreken. Als eerste bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu in een nieuwe poging het vredesproces in beweging te krijgen. Ross heeft een speciaal geheim Amerikaans plan bij zich, waarvan inmiddels is uitgelekt dat Washington een verdere terugtrekking door Israël wil van nog eens 13% van de westelijke Jordaanoever. Israël is van die kant tegen en wil maximaal tot 9% gaan. Netanyahu ontkende dat hij in januari president Clinton heeft beloofd tot 10% te zullen gaan.
Betogers buiten maakten hem duidelijk dat zij niet ten koste van alles achter hem blijven staan. Mr. Netanyahu, but if he is not taking care and if he is not if he is afraid to be strong as he promised and not to have such a withdrawal, we have no other choice just to bring down Mr. Netanyahu. Netanyahu benadrukte geen dictaat van de Verenigde Staten te accepteren. Dennis Ross ontmoet later op de dag de Palestijnse leider Yasser Arafat. Het weer. Het is bewolkt met vannacht plaatselijk mist. Morgen is er van het zuiden uit nu en dan zon. De temperatuur is vandaag 12 graden en loopt morgen op tot ongeveer 16 graden. Dat was het. Ons volgende journaal is om 1 uur op TV 2 en op Nederland 3. Namiddageditie vandaag met Felix Muurders. Goedemiddag. De nieuwe ploeg van Boris Jeltsin. De tegengestelde opvattingen van Rick van der Ploeg. Psychiatrische patiënten en de gedwongen opname. Dat alles direct na de reclame. Tot zometeen.